het stalen element dat we hier achter ons zien liggen, dat noemen we een sectie. Het hele dak bestaat in totaal uit zo'n 150 losse secties. Op dit moment hangt de sectie in de kraan. En die zijn we naar de montageplek aan het hijsen. En we zijn nu just in time de stukje randbeveiliging aan het verwijderen. Zodat de sectie op zijn plek gelegd kan worden voor montage. Dit is het 3D geprinte model van 2,5 jaar geleden. Ja, vandaag zien we het buiten echt uit het stijgen herrijzen. Als we kijken naar de sectie, dan zit rechts van de sectie, boven waar die twee mannen zitten, op de naad zijn een aantal grote sparingen in het staal opgenomen. Die erin gemaakt zijn zodat de lassers zowel van buiten als van binnen de aansluiting goed af kunnen lassen. Als die aansluiting goed is afgelast en gecontroleerd is, dan zullen die mangaten die erin zitten, die afgedicht worden en worden hergewerkt. Ja, we verwachten dat in de loop van oktober alle stalen secties voor het dak gelegd zijn en dat wij kunnen starten met het afwerken van het dak.